de kleur die ik nu zie, daar word ik al helemaal blij van. En dit topje was maar 5 euro. Ik weet niet, het is gewoon echt een supergoed stofje. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag eindelijk, na echt een hele lange tijd, weer een shoplog voor jullie. En ik heb het zo erg gemist om shoplogs te filmen. Zoals jullie natuurlijk al aan de titel hebben kunnen zien, heb ik vandaag een Shein shoplog. Ik krijg heel vaak de vraag van jullie of Shein nou een goede website is, ja of nee. Want zoals jullie waarschijnlijk wel gezien hebben op mijn vlogs of op mijn Instagram, heb ik vaker bij Shein besteld. Of nou ja, ik heb een samenwerking met Shein. Waarbij ik elke maand 5 producten opgestuurd krijg van hun. En die samenwerking heb ik echt al super lang. Dus ik laat best wel vaak items zien in mijn weekvlogs van Shein. Maar ik wilde vandaag een keertje een uitgebreide video over Shein maken. Omdat ik gewoon zo vaak de vraag krijg of ik Shein aanraad, ja of nee. Dus vandaag heb ik een grote Shein shoplog voor jullie. Ik heb de helft van de items gekregen van Shein en de andere helft heb ik zelf aangeschaft. Voordat we verder gaan met de video wil ik vragen of de mensen die nog niet op mij geabonneerd zijn dat eventjes willen doen. Dat kan hier beneden op de abonneerknop. Ik upload elke week een video en ik zou het super leuk vinden als jullie mijn andere video's ook niet missen. Druk ook even op het belletje, want dan mis je sowieso geen enkele video. En dan gaan we nu verder met de video. Ik ga als allereerst alle items aan jullie laten zien en daarna zal ik nog wat vertellen over Shein en wat mijn mening erover is. Ik heb hier de doos met alle items. In principe zat het dus in 2 pakketjes, maar ik heb het even allemaal in 1 doos gegooid. Dus ja. Oké, laten we beginnen met het eerste item. Dat is deze en de kleur die ik nu zie, daar word ik al helemaal blij van. Het is namelijk dezelfde kleur als die ik nu aan heb. Een van mijn lievelingskleuren. Dus goed, laten we hem openmaken. Dit is het topje en ik vind hem echt mega cute. I'm obsessed. Ik denk dat ik dit zoveel ga dragen. En ja, dit is toch helemaal geweldig, ja. En het voelt op zich gewoon als een goed stofje. Het komt ook wel overeen met de foto, denk ik. Ja, het voelt goed. En ja, ik vind hem echt super leuk. Ik ben echt heel excited om dit aan te passen. Voor dit topje heb ik 17 euro betaald. Dus dat is op zich wel een mooie prijs voor zo'n mooi blouseje, denk ik. Dus ja. De postbode komt, heel awkward. Volgende wat ik eruit pak is een bikini. En ik moet heel eerlijk met jullie zijn dat ik deze al heb aangepast. Omdat ik gewoon te excited was. En ik kon het gewoon niet laten. Ik wilde hem gewoon heel graag aanpassen. Ik kan gewoon niet omschrijven hoe blij ik ben met deze bikini. Het is zelfs zo erg dat ik hem al in een andere kleur ook heb besteld. Die heb ik nog niet binnen, maar dit is gewoon amazing. Dit is het topje. En ja, wederom in mijn lievelingskleur, zoals je ziet. Ja, deze bikini zit ook echt perfect. Ik heb hem dus al aangepast en hij zit gewoon echt gewoon perfect. Het stofje, ja, ik denk niet dat jullie dat echt kunnen zien. Maar het stofje is echt een super dikke stof. Het is echt een beetje een joggingbroekstof-achtig iets. Ik kan het niet uitleggen. Het is in ieder geval niet een bikini stofje. Ja, ik ben niet meer zo heel erg van het zwemmen. Ik denk namelijk niet dat dit echt een zwembikini is. Ik weet het niet. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Wie weet dat dat ook wel prima kan. Ik heb hem in een maat medium besteld. Heel veel van de items zijn in een maat medium. Maar ja, ik ben hier echt mega blij mee. En deze bikini kostte 14 euro. Sowieso de bikinis op Shein. Ze hebben er echt miljoenen en ze zijn allemaal zo cute. Ja, ik heb daar echt een zwak voor. Maar goed, oké. Ik ben hier echt mega blij mee. Dan het volgende wat ik eruit pak. En dit is een rokje. Toen ik dit rokje op de website zag, was ik echt op slag verliefd. Ja, ik weet niet. Ik vond hem zo cute op de foto. Ik had wel de kleuren net anders verwacht. Terwijl eigenlijk als ik nu naar de foto kijk, komt het eigenlijk gewoon exact overeen. De kleuren. Maar ik had meer verwacht dat het lijkt op de foto iets meer paarsig, maar het is wel echt blauw en oranje. En dat oranje vond ik ook niet zo erg opvallen op de foto. Maar ja, dit is het rokje. En deze heb ik in de maat S besteld. Dus ik hoop dat hij goed zit. Ik dacht van ja, dit stretcht toch heel erg mee. En de stof van deze is echt super goed. Daar was ik echt, ja, ik was echt onder de indruk toen ik dit voelde. Ik weet niet, het is gewoon echt een super goed stofje. Ik ben echt mega benieuwd hoe deze staat. En ik vind hem echt heel erg leuk. Dus ja, dit rokje was 15 euro. Dus dat is ook wel een mooie prijs, denk ik. Ik heb eigenlijk heel erg weinig t-shirts in mijn kast. Ik weet ook niet precies waarom, maar het is zo. Ik heb gewoon niet zo heel veel t-shirts. Dus ik dacht,
ik koop een t-shirt. En ik vond deze echt heel erg cute. Ik weet niet, heel zomers. En ik vond het printje gewoon heel leuk. En de kleuren ook. En ja, ik weet niet, ik zag dit gewoon helemaal voor me op een kort broekje. En gewoon chill, lekker casual outfitje. Ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. En ik heb deze ook in een medium besteld. Ja, ik denk dat ik deze echt heel erg leuk ga vinden. Ja, en de kwaliteit van het t-shirt voelt ook echt super goed aan. Het voelt eigenlijk gewoon als een t-shirt die je, weet ik veel, bij de Primark of zo koopt, bij de H&M. Gewoon normale kwaliteit, zeg maar. Niet hoogstaand, maar ook niet slecht. Dus dat is nice. En dit t-shirt kostte 10 euro. Voordat ik het vergeet te zeggen, ik heb ook nog een kortingscode voor jullie. Met deze code krijgen jullie namelijk 15% korting als je boven de 39 euro bestelt. Dus dat is helemaal leuk. Oké, dan het volgende item. Deze. Die kleur. Echt, daar word ik gewoon alweer helemaal gelukkig van als ik dat zie. Ik ben de laatste tijd gewoon steeds meer into de kleurtjes. Ik heb ook een hele lange periode gehad dat ik echt alleen maar zwart-wit droeg. Maar ja, de laatste tijd nu in de zomertijd, dan ben ik toch echt wel meer van de kleuren. En daar word ik dan gewoon helemaal blij van. Dus dat is echt helemaal leuk. Ik heb dus dit t-shirtje besteld. En hij is echt mega knalroze, zoals je kan zien. Maar echt, I love that. Ik wilde hem eigenlijk in het paars, wederom. Maar die was uitverkocht. Dus toen ben ik voor deze roze gegaan. En jongens, die kleur. Ja, ik hou er gewoon echt heel erg van. En het is dus een t-shirtje met een colletje. En ik vind het stofje vind ik echt heel erg lekker. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik weet niet, het voelt gewoon heel chill aan. Ja, ik kan er nog heel lang over doorpraten. Maar ik vind dit echt mega cute. En ik ben echt heel benieuwd hoe het aanstaat. En dit topje was maar 5 euro. Next. Iets wits. Altijd leuk. Oh ja, oh ja, oh yes. Volgende heb ik. Oh, dat ziet er wel anders uit. Dit topje gekocht. En ja, dit is gewoon mijn ultieme zomertopje. Ik weet niet, sowieso witte topjes. Daar ben ik gewoon heel erg van in de zomer. Want dat past gewoon overal bij. Ja, ik hou er gewoon heel erg van. Ja, ik zie het al. Op het plaatje ziet hij er anders uit. Je moet dit kort aantrekken en dan wordt het zeg maar zo. Ja, ik hoop echt dat deze mooi past. Ik hoop het echt, want ik vind hem echt super leuk. Maar ja, het stretcht op zich wel, want hierachter zit ook een stretchband. Dus ik denk dat dat wel moet lukken. En deze heb ik ook in de maat M besteld. En deze die was 11 euro. Kwaliteit is prima trouwens. Het is echt wel gewoon goede kwaliteit, dus daar ben ik heel blij mee. Dan het volgende, en hier ben ik heel excited voor. En ik ben echt heel benieuwd of dit mij gaat staan. Dit was echt zo'n item die ik in eerste instantie misschien niet per se zou kopen. Maar ik vond het zo cute. En ja, dus toen wilde ik het toch graag uitproberen. Het is dit superleuke rokje. Het is dus wat ik zei, niet per se een rokje die ik heel snel zou uitkiezen. Maar ik zag hem op de site en ik vond het wel heel cute staan op het model. En ja, toen wilde ik hem toch heel graag uitproberen. Ik vind het printje gewoon heel erg leuk en de kleuren. En er zitten hier twee van die splitjes, wat ik ook heel erg leuk vind. Ja, ik hoop heel erg dat ik hem pas. Daar ben ik namelijk wel een beetje zenuwachtig voor. Maar ja, ik denk dat dit heel erg leuk is. Dus ja. Dit rokje was 8 euro. Volgende, en dat is weer mijn favoriete kleur. Oh ja, dit is iets meer een roze kleur. Oh ja. Oh ja, oké. Okay. Dit lijkt een vaatdoek. Ja, ik weet niet. Dit ziet er inderdaad niet echt prachtig uit. En wat ik ook heel erg haat hieraan, is dat het gaat kreukelen. Ik heb daar echt een hekel aan. Het is in ieder geval dit topje. En dit moet van de voorkant vastgeknoopt worden. Maar ik was hier dus wel een beetje op voorbereid. Want ik had de reviews gelezen. En bij de reviews stond inderdaad dat het een beetje een dun stofje was. Toch wilde ik het graag proberen, omdat ik het gewoon heel cute vind. Ik waag de gok gewoon. Dus ja, ik heb deze in de maat S besteld. Maar zo, als ik het zo zie, dan ga ik dat ook wel passen. Want het is echt super stretchy stofje. Dus nou ja, dit is niet de allerbeste kwaliteit, zeg ik heel eerlijk. Maar even kijken wat ik ervoor heb betaald. Dit topje kostte 9 euro. Vind ik hem dat waard? Weet ik niet. Ik vind het ook niet heel mooi afgewerkt allemaal. Ja, ik heb zeg maar topjes gehad voor minder geld bij Shein die er beter uitzagen. Dus, I don't know. Maar misschien staat die wel heel leuk. Dus, nou, we gaan het zien. Ja, en ik heb nu voor de verandering een keer iets zwarts ertussen zitten. Dit vind ik de laatste tijd heel erg leuk. Weet je wel, dat je één mouw hebt. Ja, ik vond het op het model ook heel mooi staan. En ik dacht, ik ga het gewoon een keer proberen. Ik heb hem in een maat M besteld volgens mij. Dus ja, ik hoop dat die past. Maar op zich, het is een stretchy stof. Dus het moet denk ik wel lukken. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Ik heb dit nog nooit aangehad. En deze kostte 8 euro. En dan het laatste item. En nu ben ik ook heel excited voor. Ik heb namelijk nog zo'n topje in een beetje dezelfde stijl gekocht. Ik heb namelijk deze gekozen en ik vond hem echt super cute met die stippeltjes. En
Ja, gewoon een heel fijn zomertopje die je denk ik ook met heel veel dingen kan combineren. Deze ook in maat M besteld, dus ik hoop dat die gaat passen. Ik vind hem in ieder geval heel erg leuk. En dit topje was 10 euro en dit is iets meer een blousestof. Dus het is net even anders, maar goed. Yes. Oké, en dan waren dat alle items van Shein. En nu wil ik graag nog heel eventjes praten over Shein. Want zoals ik al zei, heb ik al best wel veel items van Shein in mijn kast. Omdat ik ook met hun samenwerk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt mega fan ben van deze webshop. Het is wel zo dat het niet altijd even goede kwaliteit is. En daarvoor wil ik als tip meegeven dat je altijd reviews moet lezen op Shein. Als je dat doet, dan kan je vaak al aan de reviews zien of het een beetje goed is. En mensen laten vaak wel hun eerlijke reactie achter. Dat is heel fijn en dan kan je ook naar de maten kijken. Want de maten zijn ook soms wat moeilijk op Shein, soms valt het wat groter, soms wat kleiner. Ik heb wel het idee dat het steeds beter wordt. Ik wil toch ook nog wel eventjes zeggen, ik ben me ervan bewust dat Shein en dit soort websites niet de beste sites zijn om kleding te kopen qua duurzaamheid en hoe het gemaakt wordt en zo. En in welke omstandigheden, daar ben ik me echt bewust van. Maar toch doe ik het, dus ik heb ook niet echt een goed excuus ervoor. Ik wilde het toch even melden voordat ik daar heel veel reacties over krijg. Ik probeer gewoon ervoor te zorgen dat ik ook veel duurzaam shop, dus ook veel tweedehands. Ik kan het niet echt goed praten natuurlijk, want ja, ik heb nou eenmaal veel items van deze website. En ja, dit valt ook echt niet goed te praten, dat weet ik. En daar ben ik me bewust van. Maar goed, ik ben wel heel erg fan van Shein. Ze hebben heel veel leuke items voor echt weinig geld. Ook echt unieke items die je niet in de winkel kan vinden. Dat is waarom ik zo fan ben van deze website. Qua shipping gaat het eigenlijk altijd heel goed. Meestal duurt het dus ongeveer 2 weken. En ik heb eigenlijk nog nooit invoerrechten hoeven te betalen. Ze hebben nu dus ook een Nederlandse website. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar volgens mij hebben ze nu ook zeg maar in Nederland een kantoor ervan zitten. Dus dat maakt het ook makkelijker om nu dingen te bestellen op Shein. Ja, ik kan de website echt wel aanraden. Want voor het geld wat je ervoor betaalt. Kijk, je krijgt niet de allerhoogste kwaliteit. Maar je krijgt wel hele leuke items voor prima kwaliteit. Dus ja, ik ben heel erg fan van deze site. Ze hebben er echt ontzettend veel leuke dingen op. Dus ja, ga een keertje kijken. En ik heb natuurlijk een kortingscode voor jullie, dus dat is ook fijn. Daar krijg ik overigens verder niks voor. Dat is gewoon, ik heb gewoon een kortingscode gekregen voor jullie. Dus dat is niet dat ik dan iets daaraan verdien of zo. Ik hoop heel erg dat jullie deze video leuk vonden. Laat even in de reacties achter wat jullie favoriete item was. En laat eventjes in de reacties achter of jullie vaker zo'n video willen zien met Shein items. Of dat jullie zeggen, hou het hier maar bij. Goed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!